De bestuurder van deze auto had pech. Terwijl hij over de drempel reed, sprong de leiding hier. Gekras, gekraak. Nou, toen bleek er een auto in de gaten zitten. Je hoorde het schuren van de auto. Ja, ja. Wat dacht u toen u buiten kwam en die auto zag en dat water? Ja, het is een keer andere wateroverlast. Hoe het kon dat de leiding hier sprong is nog niet duidelijk. Maar het water van 120 huishoudens werd afgesloten. U heeft geen water? Geen water. Nee. Wel melk. Ja. Ik ga nou een keer een anders koffie drinken, want ik kan geen koffie zetten. U moet verplicht ergens anders op de koffie? Ja, ja. Dat is fijn. Bittere gat in de weg als in de portemonnee, hè. U blijft positief, werk ik? Ja, dat moet ook. Anders had ik geen leven, hè. Tijdens de reparaties was er een alternatief waterpunt voor de dorstige Mierlonaren. Toen ik net buiten was spelen, wou ik water hebben. En toen zei papa dat de kraan niet doet en moesten we het hier halen. Nou kun je wel lekker drinken. Ja. De lokale supermarkt doet ook goede zaken door het lek. Nou mevrouw, u heeft groot ingeslagen. Ja, want ik ben dan toch wel een beetje bang van hoe lang gaat het allemaal duren. Hè? Ja. Wat is dan het ergste? Wat mist u het meest? De koffie. Echte Brabander, hè? Brabant Water heeft het lek verholpen. Even na de middag had de wijk weer water en kon iedereen weer zijn eigen koffie zetten.